10 jaar na dato. Door R.D. Wingfield. Vertaling? Ah ja, zeker. Munkstad? Munkstad? Got you, meneer. Hier is het. George? Hé, hey, bent u? En we dachten nog wel dat u niet meer terug zou komen. Vandaag precies 10 jaar geleden, George. Ik dacht er zeker niet dat ik de 10e herdenkingsdag zou overslaan. Het zou beter zijn geweest als u die maar wel had overgeslagen, inspecteur. Heel wat beter. Settler zit nou al meer dan een uur bij de commissaris, brigadier. Ja, meneer. Ach, excuseert u mij even. Wat zou u dan wat te bespreken hebben, denk ik? Ik zou het niet weten, meneer. Ach, mag ik misschien even? Nee. U zit met uw elleboog op het blauwe dossier. Oh, neem me niet kwalijk. Net terug van vakantie en daar duikt u regelrecht de kamer van de ouwe in. Het is iets belangrijks, brigadier. Let op mijn woorden. Daar is hij dan met zijn gebruikelijke opzienbarende entree. Alles goed met u, meneer? Ik heb die verdomde kastdeur weer open laten staan. Ah, dezelfde knie als de vorige keer. Spijt me, meneer. Ik heb het jou al 1000 keer gezegd. Dag, beste kerel. Hoe gaat het vanmorgen met onze geachte inspecteur Settler? Je zit op mijn stoel. Oh, ik hou alleen maar warm voor jou, jongen. Fijne vakantie gehad? Een ramp. Hm? Ik heb geen zin erover te praten. De kaart van Zuid-West-Engeland. Wie? Ja, meneer. Goed weer gehad? Als je van regen houdt, ja. Groot aan één stuk deur. Ga dan gauw. En we hadden hier een hittegolf, waar of niet, Green? Dat is gewoon te heet om te werken. Het ziet er dan uit dat er nog geen verandering in die toestand is gekomen. Ah, schiet op, Green. Alsjeblieft, meneer. Kan je toch niet op, hè, Harry? Had de ouwe nog wat te vertellen? Nou, het ontbrak een bepaald niet aan spraakwater. Deze kaart is waardeloos. En wat zoek je eigenlijk? Waardeloos, zeg ik je. Staat er helemaal niet op. Een gehucht dat Munkstad heet. Daar ligt het. Hier, net even ten zuiden van Bristol. Oh, daar. Nou, je mag wel een vergroot glas nemen om het te kunnen zien. Waarom kan er niet eens wat geld besteed worden aan behoorlijke kaarten? Afgelegen plaatsje, hè? Ken je het? Munkstad. Dat was het toneel van de beruchte bruidsbungalowmoorden. Iemand stak de bruidegom een mes tussen zijn ribben en schoot de bruid de kogel door het hoofd. Onopgelost geval. Tot nu toe. Dat gaan we dan nu eens recht zetten. De ouwe heeft me net het hele dossier in de schoot geworpen. Krien, ik blijf even naar huis en pak een koffertje. We nemen vanmiddag nog de trein van 2:17. Goed, meneer. Van waar die haast opeens? Die moorden werden jaren geleden gepleegd. En bovendien, waarom belasten ze jou opeens met die zaak? Het is altijd de zaak van inspecteur Ridley geweest. Die gaat daar toch elk jaar naartoe om er wat rond te neuzen? Klopt. Precies op de gedenkdag van de moorden gaat hij erheen. Ieder jaar. Er heeft dus een foto van hem in een zondagsblad gestaan. Heel fraai. Hij knielde bij een graf met een frons op zijn gezicht. Vast besloten rechercheur geeft het niet op, stond er onder, of iets dergelijks. Ja, ik denk dat hij gelooft dat er wel eens iets gaat gebeuren, als hij maar doorzet en elk jaar verschijnt. De aanhouder wint, zal die denken. Hebben ze inspecteur in de zaak uit handen genomen, meneer? Ik neem aan dat je werk zich heeft opgestapeld tijdens die hittegolf, Henry. Ja, luister nou eens, ouwe jongen, je weet best dat ik mijn mond kan houden. Als je maar een rij ook. De ouwe wil niet dat er ook maar iets uitlekt voordat we absoluut zeker zijn van onze zaak. Inspecteur Ridley wordt vermist. Wat vertel je me nou? Vorige week was het precies 10 jaar geleden dat die moorden werden gepleegd. Nou, zoals gewoonlijk ging Ridley naar Munkstad. Hij is niet teruggekomen. Goeie god. We hebben een paar getuigen die een vrijdagavond op het station van Munkstad in de trein naar Londen zijn gestapt. Zijn brigadier stond in Londen op het perron om hem af te halen. Ridley zat niet in de trein. En sindsdien is hij ook niet komen opdagen. Ja, wat denk je? Ongeluk? Kan hij uit de trein zijn gevallen? De bagage en al. Kom nou. Nee, dat is niet erg waarschijnlijk. Bovendien zou iemand hem dan nu wel gevonden hebben. We hebben langs de hele lijn laten patrouilleren. Geen spoor. Niets. Is er geen enkele aanwijzing dat er misdaad in het spel is, meneer? Vrijdagmorgen heeft hij nog met zijn brigadier getelefoneerd. Hij zei toen dat hij iets nieuws had ontdekt, wat de zaak tot een oplossing zou kunnen brengen. De ouwe denkt dat iemand niet zo happig was op die oplossing. Ongelooflijk. Nou, ik moet je wel zeggen, maar dat is strikt persoonlijk natuurlijk, dat ik Ridley eigenlijk niet zo erg mocht. Nou, ik ook niet. Die
kwestie met die vrouwelijke agent, u weet wel. Dat was inspecteur Ridley. Zal ik je nog wat anders vertellen? Het was geen toeval dat zowel Ridley als de vrouw van de hoofdinspecteur niet zijn verschenen op het jaarlijkse politiebal. Jullie zijn een stelletje oude kletskousen. Kan me niet schelen wat voor soort man hij was. Ik moet hem alleen maar vinden. Dood of levend. Munkstedt! Inspecteur Settler? Ja, dat klopt. Agent Hart, meneer. Ik moest u hier afhalen. Mooi. Mag jij mijn koffertje dragen? Mijn dikke vriend hier is Brigadier Green. Ah, Brigadier. Hallo. Mag ik uw kaartjes, heren? Jij hebt ze, Green. Had u toevallig vrijdagavond ook dienst? Ja, meneer. Mijn naam is Settler. Inspecteur Settler. Oh, een ogenblik, inspecteur. Als ik mijn andere pak aan had, zou ik u mijn identiteitskaart kunnen laten zien. Weet u zich misschien een man te herinneren die vorige week vrijdag de trein naar Londen heeft genomen? Een beetje langer dan ik. Donker haar. Een Errol Flynn-storretje. Inspecteur Ridley? Kent u hem? Hij komt ons elk jaar opzoeken. Ja, ik heb hem gezien. Hij nam de trein van 7:29. Daar heb ik agent Harper verteld. En nu vertelt u het mij. Had hij bagage bij zich? Bagage? Ja, je hebt mij toch gezegd dat hij een weekendkoffertje bij zich had, John. Draag jij mijn koffertje nu maar uit. Meer is niet nodig. Ik kan zelf mijn vragen wel stellen. Hij had een blauw koffertje bij zich. Hij zat niet meer in de trein toen hij in Londen aankwam. Het was een stoptrein. Er zijn heel wat plaatsen waar hij uitgestapt kan zijn. Heeft nog iemand anders hem zien instappen? Als mijn woord u niet genoeg is, vraagt u dan maar aan de taxichauffeur Bert. Die heeft hem naar het station gereden. Bert wacht buiten, meneer. Hij brengt u naar uw hotel. Goed, ik ben bergaf. Is het wat, die landelijke dorpsherberg? Hotel de Kroon? Heel comfortabel, meneer. Dat is toch wat u wilde? Hetzelfde hotel waar inspecteur Ridley altijd logeerde? Dit tafel is gereserveerd voor u en de inspecteur. Mooi uitzicht hebt u hier. Ah, dank u wel. Goed geslapen? Als een os. Ja, het komt door de zuivere buitenlucht hier. Oh, daar is de inspecteur. Goedemorgen, inspecteur. Ja, die vriendelijke praatjes, waarvoor heb je? Ik weet echt niet hoe dat heeft kunnen gebeuren, meneer. Ik bied u nogmaals mijn excuses aan. Hoe? Wat heeft kunnen gebeuren? Dat vervloekte bed zakte midden in de nacht in elkaar. Heb ik iets grappigs gezegd? Brigadier? Het spijt me, meneer. Jij hebt zeker al besteld. Natuurlijk, meneer. Zou het lastig voor je zijn met menu te geven, zodat ik het ook even kan inzien? Je krijgt het zo weer terug. Ah, vis. Het spijt me heel erg, meneer. Huh? Ik ben bang dat er geen vis meer is. Het ontbijt begint hier om 7:00, ziet u? Oh, nou, breng dan maar wat. Doet er niet toe. Ik zal zien wat ik toch kan doen, meneer. Waarom laten ze het op het menu staan als het toch niet meer te krijgen is? Nu ik erover nadenk, meneer, meen ik dat ik vannacht om 1:00 of 2:00 een verschrikkelijke klap heb gehoord. Was u dat, die uit bed viel? Ik weet zeker, Krien, dat er veiliger onderwerpen van gesprek zijn. Oh, wat is ons programma voor vandaag, meneer? Dat bestaat kort en goed uit het ontdekken van feiten en nog eens feiten. Wat voerde Ridley uit toen hij hier was? Waar ging hij naartoe? Met wie praatte hij? En we nemen niets voor zoete koek aan. We gaan elk feitje na en dan gaan we het nog eens na. Als ik het menu bijvoorbeeld niet dadelijk had gecontroleerd, zou ik nu nog in de waan verkeren dat ik vis bij het ontbijt kreeg. Hoe heb jij vannacht geslapen? Uitstekend, meneer. Aardige kamer, comfortabel bed. Mooi. Vannacht ruilen we. De mijne heeft iets met duivelskunst te maken. Kies op elkaar, dan komt mijn ontbijt. Zo, daar ben ik dan, heren. Eieren met spek voor meneer Green. Ah, dat ziet er goed uit. Ja, dank u wel. Dan ga je gang. Wacht vooral niet op mij. Wat zei u, meneer? Oh, niet. Helaas, inspecteur, was dat het laatste stukje spek. Zijn roereieren ook goed? Oh, zijn dat roereieren? Het is goed dat u het zegt. Gaat u zitten. Gaan we zitten, meneer? Ja, zitten. Ik wil u een paar vragen stellen. Uw naam, alsjeblieft? Manning, meneer. John Manning. Bent u de eigenaar van dit hotel? Ja. Uit hoeveel mensen bestaat uw personeel? Een paar meisjes. Eén kok. Het meeste doe ik zelf. Het is mooi van u om niet iemand anders de schuld te geven. U kende inspecteur Ridley? Oh, ja. Hij logeerde hier elk jaar 10 jaar lang. En wanneer is hij dit jaar aangekomen? Daarvoor zou ik even het gastenboek moeten maken. Nou, vooruit. Doe dat dan maar. Ja. Kan ik deze roereieren ruilen? Tegen dat laatste stukje spek van je. Ze zijn nog onaangeroerd. Ik hou niet van roereieren, meneer. Begrijp het. Blijf dan je hele leven maar brigadier. Wat denk jij van die mening? Eigenlijk heb ik hem niet zo goed bekeken. Nee, ging ook moeilijk met je neus op het spek. Observeer de mensen, Krien. Luister naar wat ze zeggen en observeer ze terwijl ze het zeggen. Manning zit ergens over in de rats. Let op mijn woorden. Hier heb ik het gastenboek, inspecteur. Even kijken.
Hij kwam aan op de 17e. De 17e? De dag van de bruidsbungalowmoorden. Ja. Op dezelfde datum dus waarop hij elk jaar aankwam. 10 jaar lang. Ja. En dat moest u eerst in het gastenboek nakijken. Welke kamer gaf u hem? Kamer 12. Nummer 12. Waar is dat ergens? Bovenste verdieping naast de badkamer. Niet een van onze beste kamers. Nou, is de mijne ook niet. Waarom stopte u hem daar? Hij vroeg zelf op die kamer. Hij nam hem altijd. Hij reserveerde dus van tevoren? Ja. Laat me de reservering dan maar eens zien. Alsjeblieft. Deze brief? Maar die is ondertekend met de naam Robinson. Ja, dat weet ik. Maar toch is het de reservering van inspector Ridley. Waarom noemde hij zich Robinson? Dat kunt u beter aan hem zelf vragen. U weet toch zeker wel waarom we hier zijn? U weet toch dat hij niet in Londen is teruggekomen? Ja, dat heb ik gehoord. Wilt u de boter even doorgeven, meneer? Ik hoop dat je niet het gevoel hebt dat ik je verwaarloos, brigadier. Oh, nee, meneer. Mooi zo. Als mijn conversatie verkeerd werkt op je spijsvertering, dan moet je dat vooral dadelijk zeggen. De datum waarop hij vertrok, die staat hier niet genoteerd. Oh, dat vergeet ik nog altijd. Hij is hier de 18e, dat is dus afgelopen vrijdag weggegaan. Hij heeft de trein naar Londen genomen van 7:29. Geeft u mensen van de politie gratis onderdak? Wat bedoelt u? Ik kan hier geen rekening van hem vinden. Ja. Ja, het moet er toch zijn. Oh, kijk dan zelf. Vreemd. Ja, dan zal hij nog ergens in mijn kantoortje liggen. Ik kan hem wel voor u opscharrelen als u dat wilt. Dat wil ik zeker. Queen, was de koffie zo onweerstaanbaar? De kan is leeg. Ik dacht dat u klaar was met eten, meneer. Binnen een paar seconden kan ik u vestigen. Nee, ik dacht wel dat het dat soort koffie was. Maar we hebben er geen tijd meer voor. Even goed bedankt. We zullen u niet lang ophouden. Ik denk dat u staat te springen om die rekening op te zoeken. Ja, natuurlijk. Goeie feest, Queen. Prima, meneer. Ze zijn hier niet karig met voedsel, vindt u ook niet? Zal je mij restjes maar niet aanbieden. Niet omdat ik het je niet gun, maar uit bittere noodzaak. Ik heb je nog een tijdje nodig. Weet je, eigenlijk kan ik maar één reden bedenken waarom Ridley zich onder een valse naam liet inschrijven. En welke reden is dat? Hij wist blijkbaar dat Manning hem niet zou nemen als hij zich onder zijn eigen naam aanmeldde. We zullen eens uitvissen of Manning misschien een aardig foutje heeft. Kom, vooruit, laten we opstappen. Agent Hart komt pas op 10 uur halen om ons naar het huisje te brengen waar die moorden werden gepleegd. Maar daarvoor wil ik nog even naar het kerkhof waar de slachtoffers zijn begraven. Kom eens kijken, inspecteur. Ik heb het gevonden. Ah, ja. In dierbare herinnering aan William Arthur Johnson, 27 jaar. En zijn vrouw Mary Jane Johnson, 39 jaar. Dat was zijn stuk ouder dan hij, meneer. Ja, toch heeft ze hem nog overleefd. 5 minuten. Het graf ziet er goed verzorgd uit. Iemand heeft er zich geweldig voor uitgesloopt. Wat zijn dat voor bloemen die op de steen liggen? Och, ben niet zo'n tuinier. Als jij niet kan eten, interesseert het je niet, hè? Nou, het ziet er niet naar uit dat dit graf onze geheim zal verklappen. Laten we hopen dat die zogenaamde moordbungalow iets meer oplevert. Voorzichtig maar, inspecteur. U wilt er toch niet nog eens in een kuil vallen. Goed kostuum, totaal geruïneerd. En die boerenpummel knabbelt me de oren van mijn hoofd. Ik mallig van het platteland. Allemaal brandnetels en koeien die hun behoefte doen waar het ze uitkomt. Nou, hoe ver is het nou nog? Niet ver, meneer inspecteur. Dat zeg je al een half uur. Was jij eigenlijk hier, Hart, op de dag dat die moorden werden gepleegd? Ja, meneer. Ja. Ik hoop dat ik nooit van mijn leven nog zoiets hoef te zien. Stop, wacht, niet bewegen. Wat is er? Een slang? Wie? Kijk eens waar ik heen wijs. Met mijn veer, kijk eens. Wat is dat dan? Een reiger, meneer. Ja, die ziet u niet in de stad, hè? Agent, ik ben hier niet gekomen om naar vogels te kijken. Oh, neem me niet kwalijk, meneer. Het is een soort hobby van me. Het zou beter zijn als je geen tijd had voor hobby's. Giet op, Green. Grote goedheid. Hebt u die smerige grote vogel gezien? Nog nooit eerder een reiger gezien. Stel hem je maar voor op een zilveren schotel, omlijst met knapperige, gebakken aardappeltjes. Nee. Je wilt me toch niet vertellen dat we er al zijn, Art? Ja, meneer. Dat is het huisje. Kom eens aan, heet het. Mooi, zoals het hier ligt. Midden in het bos. Ja, de mensen uit het dorp zouden er voor geen goud in de buurt willen komen als het donker is. Ze geloven dat je die vrouw nog steeds kunt horen gillen met haar afgeschoten hoofd. Maar ik voor mij denk dat het gewoon de wind is. Jij hebt geen gevoel voor romantiek. Dat is het hele eier eten met jou.
Hoe lang staat het huisje nou al leeg? 10 jaar, inspecteur. Van het ogenblik af dat die moorden plaatsvonden. Niemand wil daar daarna nog in. Nou, laat u mij maar voor gaan, inspecteur. Het pad is nogal verraderlijk. We moeten zien u uit de brandnetels te houden. Goed idee. Ga maar voor dan. Zo, daar zijn we dan. Naar u, heren. En voorzichtig, de vloer is hier en daar niet te vervangen. Oh, ik had u nog moeten waarschuwen voor die balk, inspecteur. Heel slim gedaan, agent. Ik had alleen nog voor die vloer. Let op die balk, brigadier. Dank u wel, meneer. Deze kant uit, heren. De keuken. Nogal primitief, hè? Ze kookt op dat oude fornuis en gebruikt de hout uit het bos als brandstof. Maak het kort, agent, als het je hetzelfde is. Goed, meneer. Het lijk van de echtgenoot lag daar, waar u nu staat, brigadier. Als de vloer schoon was, zou je de bloedvlekken nog kunnen zien. Waar komt deze deur op uit? Op de achtertuin, inspecteur. Ze denken dat de moordenaar door die deur is binnengekomen. Hij stond de volgende dag wijd open. Wilt u dat ik hem open doe? Laat maar. Het lijk van die vrouw, dat lag toch boven, hè? Ja, dat klopt, inspecteur. In de slaapkamer. Dan gaat u maar mee naar boven, heren. Dan zal ik het laten zien, hè. Kijk. Daar is de slaapkamer. Daar lag ze. Onder het raam. Ze was nauwelijks herkenbaar. De gezicht was totaal verdwenen. Het schoot van heel dichtbij, denk ik. Een revolver en een mes. Waarom twee verschillende wapens? Ja, dat is wel merkwaardig. De revolver was van een man. Ja, over het mes weten we niets. Gewoon een stevig mes. Waar zijn de moordwapens gevonden? Kilometers hier vandaan, inspecteur. Weggegooid in de greppel. Even buiten Bristol. Vingerafdrukken. Alles was schoongeveegd, brigadier. Inspecteur Ridley heeft hier vorige week zeker weer een kijkje genomen. Ja, dat denk ik wel, meneer. Maar hij heeft mij nooit in vertrouwen genomen. Oh, nee? Ze waren dus op huwelijksreis, die twee? Ja, ze hadden het huisje voor 2 weken gehuurd. Waren ze hier al eens eerder geweest? Nee, ze waren totaal vreemd. Was er iets gestolen? Een paar laden stonden open. Die waren kennelijk doorzocht, maar dat was niet slecht voor zover we konden nagaan. Geen wonder dat Ridley er 10 jaar achterheen zat. Daar klopt iets niet. Kom, laten we teruggaan naar het hotel. Ik moet dat lijvige rapport nog doorkijken. Dat zie ik iets vinden kan. Iets dat een ander over het hoofd heeft gezien. Ook inspecteur, we hebben destijds nog bloedspatten gevonden. Overal op de trap. Afkomstig van het mes, dat dacht ik. Inspecteur, wat is er? Geef me die lampen, agent. Hier, aan de voet van de trap, hier. Ja, achter de voordeur. Lieve hemel. Niets aanraken. Die plank die breken we eruit. Die sturen we naar het lab voor een analyse. Goed, meneer. Het is bloed, dat is duidelijk. En beslist niet van 10 jaar geleden. Zo, dat was een prima stukje lamsvlees. Gelukkig maar. Die vis van mij was een en al geraad. Maar ik wou achteraf dat ik de soep niet had overgeslagen. Ach, schuif die kaas en kijk als ze in mijn richting. Mooi. Dat is hard. Die kaas is keihard en de krekkers zijn zacht. Inspecteur, het lab heeft net gebeld over die bloedvlekken. Praat nog een beetje harder, agent. Die vent aan het andere eind van de zaal, die heeft je niet helemaal kunnen verstaan. Oh, neem me niet kwalijk, inspecteur. Ja, kijk me niet aan als een geslagen hond. Ga zitten. Een analyse van mijn vis zou voor het laboratorium heel interessant zijn geweest. We zouden kunnen uitzoeken op welke manier het beestje werd gedood en hoe lang dat wel geleden was. Nou, vooruit, spuit maar op. Wat hebben de jongens van het lab in Bristol gezegd? Ik heb alleen de voornaamste punten opgeschreven, inspecteur. Het volledige rapport komt per post. Het is wel degelijk menselijk bloed, ongeveer 5 dagen oud. 5 dagen? Afgelopen vrijdag. De laatste dag waarop Ridley werd gezien. Er zaten wat haren aan die plank en kleine stukjes huid. Waarschijnlijk van een hoofdwond, zeggen ze. De haren waren donker, bijna zwart. Tom, inspecteur Ridley, had zwart haar? Ja, eet jij maar lekker door, hoor, brigadier. Nog meer? Ja, de bloedgroep is AB, rhesus negatief. Als van Ridley. Dan moet het wel Ridley geweest zijn, meneer. Het halve dorp zag hem in de trein stappen en niemand heeft iets gezegd over een hoofdwond. Inspecteur, zouden we niet wat haar van inspecteur Ridley naar Bristol kunnen sturen voor een vergelijking? Ja, laten we dat doen. Dan zal in zijn flat wel een haarborstel of iets, zoiets rondsleren. Nou, dat denk ik ook wel, meneer. Ik geloof niet dat het veel zin heeft om te wachten op de uitslag van de vergelijking. Het is Ridley's bloed. Dat staat vast. Het eerste wat we mogen gaan doen is teruggaan naar het huisje, Hart. En dan zullen we er eens met een fijne kam doorheen gaan. Nou, dan kom ik u om 8 uur halen, inspecteur. Is dat niet te vroeg? Nee. Je moet er als ter kippen bij zijn, wil je hier nog iets behoorlijks te eten krijgen. Nou, 8 uur dan, heren. Laat rusten. Zou jij denken dat je je nog kunt bewegen met al dat voedsel in je lichaam, brigadier? Dat zal wel gaan, meneer. Goed dan. Nog 1 klein karweitje voordat we de slaap der rechtvaardigen gaan pikken. We brengen een bezoekje aan nummer 12. De kamer die Ridley altijd bewoonde. Zal ik de sleutel aan Manning vragen, meneer?
Nee, die kan ik er niet bij hebben. Trouwens, die man moet wel dood op zijn. In zijn dooie eentje dit hotel drijven en al die kostelijke maaltjes voor ons uitdenken. Nee, ik ben er zeker van dat een van mijn extra sleutels dat zaakje wel opknapt. Gordijnen dicht. Zo, mooi. Dit is dus kamer 12. Thuis heb ik een kast die net iets groter is. Dat maakt het zoeken makkelijker, meneer. Jij bekijkt de dingen altijd van de vrouwelijke kant, hè, Green? Nou, neem jij de lade maar, dan neem ik de kleerkast. Heeft iemand deze kamer gehad na Ridley? Niet zo ver, ja, het gaat over Mennings gastenboek. Maar ik begin te geloven dat het meer een sprookjesboek is. Nou, in ieder geval is Menning niet getrouwd. Daarmee vervalt uw theorie over de reden waarom Ridley een andere naam gebruikt. Ja, niks te vinden. Ja, dan heb jij minder geluk gehad dan ik. Had u iets ontdekt, meneer? Ja, dit. Dat moet in de zak van zijn jasje zeggen vallen. Een treinkaartje? De retourhelft van het kaartje waarmee je terug moest reizen naar Londen. Je zou zo denken dat dat wel het laatste was dat hij achter zou laten. En? Heeft dat weegbree al gewerkt, inspecteur? Nee. Oh, ik zei u nog dat het brandnetels waren. Ja, ja. Nadat ik erin gevallen was en het zelf al had ontdekt. Nou, vooruit. Maak open. Nou, jullie weten allebei wat er van jullie wordt verwacht. We doorzoeken het hele huis van onder tot boven. Zo grondig als maar mogelijk is, zonder het geval af te breken. Ergens moet er een verband zijn tussen die moorden van 10 jaar geleden... en de verdwijning van inspecteur Ridley de vorige week. Hé, hey, agent! Hoe lang denk je nog boven te blijven? Oh, ik kom eraan, meneer. Zo. Wie is eigenlijk de eigenaar van dit huisje? John Manning, de eigenaar van uw hotel. Manning? Waarom voor de donder zeg je dat nu pas? Het is geen geheim, meneer. Ik dacht dat u het wist. Ik had tussen de regels van het dossier door moeten lezen. Je kunt je wel voorstellen hoe dat dossier eruit zag na 10 jaar. Voor alle zekerheid zal ik er vanavond dus met hart en ziel induiken. Was het Manning die de lijken vond? Nee, het meisje Valerie West, de dochter van de dominee, die heeft ze gevonden. Dat is gruwelijk om zoiets te zien voor een kind. Een kind? Nou ja, in die tijd was ze nog geen 17. Hoewel ze er ouder uitzag. Hoe kwam het dat een 16-jarig meisje bij een moordzaak betrokken raakte? Nou, ze bracht hun de melkinspecteur. Ja, de melkboer die komt hier niet. Er is geen behoorlijke weg hier naartoe, zoals u weet. Ja, dat heb ik gemerkt. Nou, daarom liet hij de melk achter bij de pastorie. En omdat ze die niet kwamen afhalen, ging het meisje Valerie de melk brengen. De achterdeur was open, dus ging ze de keuken binnen en vond de echtgenoot. Hoe ver is het naar de pastorie? Net even over de heuvel, inspecteur. Ja, als we voor de heuvel niet het pad naar het huisje waren ingeslagen, dan zouden we er langs gekomen zijn. Dan zal ze nu wel niet meer in de pastorie wonen. Ja, ja, als er rokken in het spel komen, dan word jij wakker, hè, brigadier? Ze woont er nog steeds, brigadier. Ze was toen 16. Dan is ze nu dus 26. Is ze niet getrouwd? Nee, brigadier. Ze heeft nogal een hard leven gehad. Haar moeder stierf 10 jaar geleden. En de arme broer is in een inrichting sinds de 12e jaar. En bovendien moest ze voor de oude dominee zorgen. En het gaat hem niet zo best de laatste tijd. Ja, als je kunt geloven wat er gezegd wordt. Nee, geen prettig leventje voor een jonge vrouw. De moorden, die werden toch in de nacht gepleegd, hè? Ja, ja, dat is zo. Tussen 11 uur 's avonds en middernacht, volgens de dokter dan. Dan moet het aardig donker geweest zijn in het bos. Hartstikke donker. Je zou het bos op je duimpje moeten kennen om het huisje 's nachts te kunnen vinden. Dan moet de moordenaar iemand van hier zijn. Ja, iemand die vreemd was, zou de weg niet hebben kunnen vinden in het donker. Heeft Ridley vorige week de dochter van de dominee opgezocht? Ik heb u al gezegd, inspecteur, dat het niet zijn gewoonte was mij in vertrouwen te nemen. Het is best mogelijk dat hij het gedaan heeft. We zullen dat meteen nagaan. Wat vonden de dorpelingen eigenlijk van Ridley? Nou, u zult niemand vinden die hem graag mocht. En waarom niet? Donderjaagde hij met het vrouw hier? Nou, niet voor zover ik weet. Wat was er dan? Ja, ik weet het niet. Misschien zijn manier van doen. Hij was soms nogal aanmatigend. De pastorie is dus aan de andere kant van de heuvel. Niet langer dan 5 minuten lopen, inspecteur. Over greppels en de brandmeters. Vooruit, brigadier. Zet je luie dikke beentjes in beweging. We gaan een bezoekje brengen aan de pastorie. Dus let in godsnaam op je taalgebruik. Nini, blijf maar zitten. Het spijt me dat ik u heb laten wachten. Maar er is zoveel te doen. Mijn vader... Ja, hoe gaat het met de dominee, juffrouw? Oh, ik dacht dat u dat al wist. Hij is vannacht... Goeie hemel. Dat vind ik ellendig.
Gesteld dat hij ziek was. Dan komen we wel erg ongelegen, juffrouw West. We zullen u niet langer lastig vallen. Kom mee, Green. Oh, nee, alstublieft. Ik zou u zo graag willen helpen als dat kan. Bijzonder aardig van u, vrouw. Ik ben inspecteur Sattler en dit is brigadier Green. U heeft waarschijnlijk gehoord dat inspecteur Ridley wordt vermist. Ja, dat heb ik gehoord. Is hij u verleden week komen opzoeken? Hij komt ons elk jaar opzoeken. Het huisje, het kerkhof en mij. Waar heeft u al zo over gepraat? Hij vroeg me alleen of ik me nog iets meer kon herinneren over de moorden. Elk jaar dezelfde vraag. En kon u zich dit keer iets bijzonders herinneren? Nee. Kunt u zich die bepaalde morgen nog goed voor de geest halen? Alsof het gisteren was. Vertel het me dan eens. Ze hadden hun melk niet afgehaald. Die liet de melkboer hier altijd achter, ziet u. Ja, dat weten we. Daarom bracht ik de melk naar ze toe. Het was een prachtige dag. Een blauwe lucht en een heerlijke vroege ochtendzon. De achterdeur van het huisje stond wijd open. Ik riep, maar er kwam geen antwoord. Dus bracht ik de melk naar de keuken. Daar lag hij, op de grond. U vond hem dus. Wat deed u toen? Ik keek in de andere kamers. U keek? Waarom deed u dat? Om zijn vrouw te zoeken. Hij was dood, maar zij had toch kunnen leven? Ik zou graag van mezelf geloven dat ik in die omstandigheden ook zo gehandeld zou hebben. Maar ik betwijfel het. Ik ging de trap op naar de slaapkamer. Daar lag ze. De zon scheen door het raam, recht op haar gezicht. Toen ik dat zag... Ik begrijp het. En toen? Ik geloof dat ik gilde. Ik rende weg. En toen ik hier terug was, belde ik agent Hart op. Hebt u reden om te geloven dat ze hier vijanden hadden gemaakt? Ik had nauwelijks een paar woorden met ze gewisseld. Ze waren op huwelijksreis. En ze leken gelukkig. Oh ja. Heel gelukkig. Dank u wel, juffrouw. U heeft ons uitstekend geholpen. Brigadier? Nog een kleinigheid. Mocht u inspecteur Ridley graag? Ik haat hem. Het spijt me. En dat had ik niet moeten zeggen. Dat kwam door... Zijn manier van doen. Ja. U bent niet de enige die dat zo voelt. Nee. Doet u geen moeite ons uit te laten. Wij vinden het wel. Dank u hartelijk. U bent nogal zwijgzaam, inspecteur. Huh? Oh, ik probeer iets nieuws. Ik denk... Een aardig meisje, meneer. Ja. Heb jij niks vreemds ontdekt in haar verhaal? Nee, helemaal niet. Te druk gehad zeker, hè, met het kijken naar de aantrekkelijke rondingen. Stel je eens voor dat jij een meisje was, van 16. Een klein, dik meisje van 16 in jouw geval. Je gaat een verlaten huis binnen, in je dode eentje. En je vindt een lijk, op de keukenvloer, badend in het bloed. Wat doe je dan? En als er weer licht van doorgaan? Zo vlug als je dikke kleine beentjes je konden dragen. Maar wat doet onze Valerie? Ze loopt doodleuk naar boven om nog meer lijken te verzamelen. Vind jij dat ook niet een beetje vreemd, Hart? Agent? Neem me niet kwalijk, meneer. Wat zei u? Ik praat maar wat in mezelf. Je loopt alsmaar naar die vervloekte vogels te kijken. Er zitten er in je hele troepen, blijkbaar. Wat zijn dat eigenlijk voor vogels? Kunt u zich dat geval in Wales nog herinneren, inspecteur? Ja, dat is jaren geleden. Ze vonden toen het lijk van een vermiste doordat de buizerds erboven bleven cirkelen. Ja, daar staat me iets van bij. Die vogels daar ginds, meneer, dat zijn buizerds. Hm. Hoe komen we bij ze? We moeten daar door het struikgewas. Vooruit dan maar weer. Hier ongeveer, zou ik zeggen. Ja, maar ik zie niks. Nee. Deze kant uit, inspecteur? Ja. Ze is verder dan ik dacht. Iets gevonden? Nee, meneer. Het was loos alarm. Dat weet ik nog zo net niet. Wat is dit hier? Hé, iemand heeft hier gegraven. Precies de goede afmetingen. Lijkt mij ook. Wat denk jij, Hart? Wat, meneer? Zouden ze schoppen hebben op de pastorie? Oh, zal ik eens vragen. Zou je er een paar te pakken kunnen krijgen zonder dat iemand er iets van merkt? Oh, laat u dat maar op mij over, meneer. Nou, een beetje vlucht dan, als je kunt. Green, ben jij goed in graven? Ik heb het niet zo vaak gedaan, meneer. Dan bof jij. Dan krijg je nou de kans je er weer eens in te oefenen. Oh, je schijnt je er niet zo op te verheugen. Wat denkt u dat we zullen vinden? Dat weet jij net zo goed als ik. Ja. Ik wist niet eens dat er in Engeland buizerds waren. Ja, zo leer je elke dag weer iets nieuws, hè. Waar blijft hij nou dan met zijn schoppen?
Hier ligt iets, meneer. Ga eens kijken. Inderdaad. Help me het eruit tillen. Het is een koffer. Een blauwe koffer. Zet hem naast de kou. We kunnen het wel met z'n tweeën, jouw vriend. Doorgaven. Goed, meneer. Hij zit op slot, meneer. Wacht even. Ik heb hier toevallig een heel stel sleutels. Deze zou wel eens kunnen passen. De eerste keer met één raak. Kleren. Pyjama. Overhemd. Sportjasje. Niet ingepakt, erin gepropt. Inspecteur. Graven, Green. U kunt beter even komen kijken, meneer. Ik heb hem gevonden. Dat is Ridley. Goeie hemel. Voel jij je wel goed, Green? Ja. Jawel, meneer. Wat is dat? Oh, er wordt zeker geluid voor de dominee, meneer. Oh ja, zwaar ook. Ik had die hele dominee vergeten. We zouden wat meer aan die arme Valerie moeten denken. Helemaal alleen op de wereld achtergebleven. Nou ja, haar broer is er natuurlijk nog. Ja, daar heb je me over verteld. Je zit in een inrichting, hè? Vanaf zijn 12e jaar. Nee, niet verder, grave Green. We laten hem liggen tot de fotograaf komt. Zeg, wat is er met die broer aan de hand? Een hersenafwijking sinds zijn geboorte. Schijnt ongeneeslijk te zijn. Een hersenafwijking? Bedoel je dat hij gek is? Ja, daar komt het wel op neer, meneer. Ach, elke kleine inlichting moet ik uit je persen. Hoe heet die inrichting? Het Wesley Sanatorium. Het ligt even buiten Bristol. En blijf jij hier, Hart. Wij gaan terug naar het dorp. Dan bel jij het hoofdbureau op, Green. Laat een paar mensen van de afdeling moordzaken en een patholoog anatoom meteen hier naartoe komen. Er is telefoon in de pastorie, meneer. Nee, we telefoneren vanuit het dorp. Of goed, meneer. En Green, daarna moet je de rest doen. Meneer? Oh, pak eens toe. Ik had dit al veel eerder moeten doorlezen. Het dossier van de moorden? Ja. Hier is de trouwfoto. Een erg uiteenlopend paar. Zij is niet zo aantrekkelijk, vindt u wel? Oh, toch moet ze wel iets aantrekkelijks hebben gehad. Ze was 6 maanden zwanger. Dat is na de dood vastgesteld. Oh. Vandaar dat huwelijk ongetwijfeld. Het zit er dik in dat het geen roze geur en maneschijnverbintenis was. Wil je de foto's zien van de lijken? Nee, dank u wel. Oh, kan je die kwalijk nemen? Nou, wat is er voor nieuws? Ik heb gebeld met die inrichting. En? Had ik gelijk? Hebben ze hem vrijgelaten om zijn stervende vader te bezoeken? Nee, meneer. Nee? Hij is er al in geen jaren meer uit geweest. Zijn toestand gaat snel achteruit. Ze betwijfelen of hij nog ooit toestemming zal krijgen uit die inrichting weg te gaan. Ik heb begrepen dat hij definitief is opgesloten. Dan is hij het dus niet geweest. Nou ja, om maar eens te citeren uit mijn eigen perscommuniqué. De politie staat voor een raadsel. Als ik maar wist wat u probeert te bewijzen, meneer. Een echtpaar, zonder vijanden, voor zover we weten, wordt op beestachtige en zinloze wijze vermoord. Ik heb de foto's gezien. 10 jaar onderzoek hebben geen enkel motief aan het licht gebracht. Het werk van een van de dorpsmensen, het werk van een krankzinnige. De zoon van de dominee. Ik ben een eenvoudig mens. Ik ben niet uit op ingewikkelde toestanden. Maar als we een krankzinnige ontdekken die vlakbij het huisje woont waar de moorden gepleegd werden, dan heb ik de neiging mijn lijstje verdachten te beperken. Maar hoe kan hij Ridley hebben vermoord als hij in een cel zit opgesloten in Bristol? Neemt u dan aan dat de man die Ridley vermoordde ook die andere moorden op zijn geweten heeft? Brigadier, al ben je dan iets te dik en iets te lui, vandaag heb jij je kostje verdiend. Maar natuurlijk. Heb je telefoonnummer van die inrichting nog? Ja, meneer. Kom mee, dan bellen we ze meteen nog eens op. Vergeet uw portefeuille niet, meneer. Ah, het is die van Ridley. Gooi hem eens op. Ik zal alles nog eens goed nakijken. Kom, juffrouw, schiet op. Dat gesprek gaat de kapitaal kosten. Verdraai toch het toe. En nog een kwartje, brigadier. Dat is het derde al, meneer. Ja, schrijf het maar op de onkostennota. Ik zou wel eens willen weten wat ze uitvoert. Oh, zit ze natuurlijk op de tutten. Oh, jij, vrouw? Nee hoor, hindert niet. Kan gebeuren, hè? Ja. Wat? Bent u daar zeker van? Dank u wel, dat is precies wat ik weten wilde. Wat zegt u? Nee, hier is geen druppel gevallen. Ach, dat is merkwaardig. Ja, ja. Nou, tot ziens, juffrouw. Het gesprek kost een fortuin en zij begint over het weer te leuteren. Hij is niet uit die inrichting weg geweest. Hij is er in jaren niet uit geweest. 10 jaar niet, om precies te zijn. 10 jaar? Ja, 10 jaar geleden was zijn moeder ernstig ziek.
Raad eens op welke datum? De moorden werden gepleegd op de 17e juli. Kop dicht, Manning. Goedenavond, Manning. Prachtige dag vandaag, hè? Goedenavond. Rekening al gevonden? Ik ga hem nu meteen zoeken. En daar heb je onze trouwe dorpsagent. Inspecteur, ze hebben alles gedaan wat nodig was op de plek waar het lijk begraven ligt. Mooi. Wist jij dat de broer van Valerie West thuis was op de dag dat de moorden werden gepleegd? Nee. Nee, dat wist ik niet. Als daar niets van is uitgelekt, dan moet het wel een goed bewaard geheim zijn. Is dat niet interessant? Kop op, brigadier. Als tractatie mag jij nog eens mee om naar de mooie boezem van juffrouw West te gaan kijken. Ze moet een paar vragen beantwoorden. Zal ik ook meegaan, meneer? Nee, jij kunt er elke dag nog naar kijken. Ga terug naar het bureau en wacht op nadere gegevens over de dood van Ridley. Jawel. Gaat u binnen, inspecteur. Dank u. Het spijt me dat ik u alweer zo gauw moet komen lastigvallen. Is dit geen prachtige kamer, brigadier? Kijk eens naar die mooie bloemen. Dezelfde bloemen die we op het kerkhof zagen, meneer. Dat klopt. Uit eigen tuin, je Forrest? Ja. U doet zeker heel wat graafwerk. Graafwerk? Ik vroeg het zomaar. We hebben vanmiddag het lijk van inspecteur Ridley opgegraven. Let op, Green. Rustig, juffrouw. Hier, neem deze stoel maar. U hebt een goede plaats uitgekozen, juffrouw. We zouden hem nooit gevonden hebben als die buizerds er niet waren geweest. Ik weet niet waar u het over heeft. Ach, en u bent toch wel de dochter van een dominee. Eerlijkheidshalve zullen we u maar vertellen dat we weten dat uw broer die nacht thuis was. Welke nacht? We hebben de inrichting opgebeld, juffrouw. Ze hebben het ons verteld. Ik begrijp het. Wat wilt u weten? Wat er werkelijk gebeurd is 10 jaar geleden. De waarheid. Dit keer. Moeder was erg ziek. Ze wilde haar enige zoon zien. De doktoren waarschuwden ons dat het gevaarlijk kon zijn, maar ze was stervende. Het zou voor het laatst wezen. Ze zeiden dat we zijn slaapkamer op slot moesten doen. 'S Nachts is hij namelijk erger. Maar hij leek zo normaal. We meenden dat het niet nodig was. Tegen middernacht werd ik wakker. Hij was in mijn kamer en stond over me heen gebogen. Uw broer? Ja, Jared. Toen ik het mes zag, dacht ik... Ik dacht dat hij op het punt stond mij te vermoorden. Maar hij liet me het mes alleen maar zien. Hij probeerde mij iets te vertellen. Toen ik het licht aandeed en al dat bloed zag, begreep ik... Ik zei, wat heb je gedaan? Hij wees in de richting van het huisje en toen begon hij te huilen. Het was afschuwelijk. Ik bracht hem terug naar zijn kamer en sloot de deur af. Wel een beetje laat, hè? Vindt u dat nodig om me daar nu aan te herinneren? Ik kleedde me aan en ging naar het huisje. De rest weet u. De revolver nam u mee terug? Ja. Ik maakte de revolver en het mes schoon. Later brachten we Jared terug naar de inrichting. En onderwijl gooide ik de wapens uit de wagen. Wie is wij? Mijn vader en ik. Waarom heeft u dat toen niet aan de politie verteld? Het is duidelijk dat hij niet verantwoordelijk was voor zijn daden. Het zou mijn moeders dood zijn geweest en ze had nog maar een paar maanden te leven. Oh, die directeur van die inrichting was een vriend van mijn vader. Hij krijgt er toch geen moeilijkheden door? Maakt u zich daar maar geen zorgen over. Maar Jared is daar gelukkig. Hij zou nooit gelukkig zijn geweest in de gevangenis. Ze laten hem nu toch nooit meer vrij. U hebt heel wat tijd van allerlei mensen verknoeid. We hoopten dat na een tijdje alles vergeten zou worden. Maar dat gebeurde niet. Elk jaar, 10 jaar lang, kwam inspecteur Ridley hier terug. Met de regelmaat van een klok. Terwijl hij maar snuffelde, iedereen uithoorde, nieuwe vragen stelde... en weigerde zich bij de zaak neer te leggen. Ja. En toen ontdekte hij dat van uw broer. Ja. En hij werd vermoord omdat hij dat ontdekte. Nou, ik denk dat ik u nu maar moet waarschuwen dat alles wat u zegt tegen u gebruikt kan worden. Verwacht u iemand? Nee. Kom hard voor de zijn, inspecteur. Ja, misschien hebben de mensen van afdeling moordzaak iets nieuws ontdekt. Laat hem binnen. Ik heb geprobeerd hem tegen te houden, inspecteur. Doe die deur dicht. Nou, meneer. Zeg op, wat kom je hier doen? Ik zal voor een advocaat zorgen, Valerie. Zeg niets voordat hij hier is. Waarom al die bezorgdheid, Manning? Valerie en ik zijn verloofd, inspecteur. Verloofd? Aha. Ik begreep al niet goed hoe ze Ridley in haar eentje begraven kon hebben. Wat? Valerie, u bent gek. Uw verloofde vertelde mij dat Ridley verleden week de waarheid ontdekte over haar broer. En dat ze hem daarom vermoord heeft. Jij stomme idioot. Ik waarschuw u, Manning. Ridley ontdekte de waarheid niet een week geleden. Ze heeft al toegegeven dat hij het ontdekte. Hij ontdekte 10 jaar geleden. Wat? Hij ontdekte 10 jaar geleden. Nee, John. Ja, Valerie. Valerie, als hij de waarheid wil, kan hij die krijgen. Uw gewaardeerde inspecteur Ridley ontdekte het al in het begin. Maar hij bood aan zijn mond te houden voor zekere tegenprestaties. Tegenprestaties? Ja, hij was een echte rokkenjager, inspecteur. Juffrouw West? Ja. Hij stond er altijd op die kleine kamer op de bovenste verdieping van het hotel te krijgen. De zolderkamer, weet u wel. Omdat die kamer erg afgelegen ligt.
Valerie, kom de trap op en af gaan naar die kamer zonder te worden gezien. Ze was 17 toen het begon. 17 jaar. Is dit waar, juffrouw West? Ja. Verleden jaar heb ik hem op de man afgezegd dat ik hem niet meer in mijn hotel wilde hebben. Daarom gebruikte hij dit jaar niet zijn eigen naam. Dus wie heeft hem nu vermoord, u of zij? Het was een ongeluk. Ik gaf hem alleen een kaakslag. Hij moet zijn schedel hebben gebroken toen hij viel. Verleden week vrijdag was ik op weg naar Valerie. Toen ik langs dat huisje kwam, hoorde ik haar schreeuwen. Ik stormde naar binnen. Ridley vocht met haar. Vocht met haar? Ik sloeg hem. Hij viel. Hij was waarschijnlijk een van die mensen met een erg kwetsbaar schedeldak. Maar hoe was het dan mogelijk dat het halve dorp hem in de trein zag stappen lang nadat hij dood en begraven was? Het is hier een hechte kleine gemeenschap, inspecteur. We helpen elkaar als we kunnen. Niemand was erg gesteld op Ridley toen ze te weten kwamen wat die Valerie had aangedaan. Twee verhaaltjes. Geef haar beide eens weg. Waarom houdt u niet op het liegen en vertelt u ons de waarheid? Neem dat weg, Settler. Kop dichter gaan zitten. Ze heeft u nu al ver genoeg meegesleurd in deze rotzooi. Hij zou u dus 10 jaar lang gechanteerd hebben, juffrouw West. Laat me niet lachen. Die man kon elke vrouw krijgen die hij hebben wilde. Hij heeft 10 jaar geleden helemaal niets ontdekt over uw broer. Hij ontdekte het verleden week door de inrichting op te bellen, zoals ik ook gedaan heb. Om uw broer te beschermen, moest u hem wel de waarheid vertellen. Om haar broer te beschermen? Dat is het enige wat in haar voordeel gezegd kan worden, Manning. Zoals een toestand nu is, maakt het voor hem niet veel meer uit wat er met hem gebeurt. Maar ze deed haar best. Dat was het argument dat u dacht te begrijpen, Manning. Uw broer heeft nooit iemand gedood, juffrouw. Hij zwierf rond, kwam bij het huisje en ontdekte de lijken. Dat alles geloof ik wel. Maar die twee waren al dood toen hij ze vond. Deze zaak zit helemaal verkeerd in elkaar. Revolvers en messen. Moordenaars grijpen niet nu eens naar het ene dan naar het andere wapen. Als u het mes en de revolver niet had weggehaald, zouden we de zaak zo hebben opgelost. Zelfs zonder het zelfmoordbriefje. Wat voor zelfmoordbriefje? Toen ze hem erop betrapte dat hij met een andere vrouw ronddoolde, ging ze met het vleesmes te lijf. Daarna liep ze naar boven, nam zijn revolver en schoot zichzelf dood. Het is een klassiek patroon, je ziet het steeds opnieuw gebeuren. Zoals ik al zei, als juffrouw West de wapens niet had weggenomen, zouden we meteen geweten hebben waar we aan toe waren. Zelfs zonder dit. Wat is dat? Juffrouw West weet wat het is. Dit zat in de portefeuille van inspecteur Ridley. Waar heeft u het gevonden, juffrouw? Naast het lijk van de vrouw? Het is haar handschrift. Ik zal het u voorlezen. Nee. Nee, alsjeblieft niet. Ik moet het toch doen. Ik heb hem gedood. Ik betrapte hem met de dochter van de dominee. Ze lachte me uit. Ik hield van hem. Nu heb ik niets meer om voor te leven. Vaarwel, Mary Johnson. U houdt van mannen niet, juffrouw. En zoveel kreeg u er niet te zien, opgesloten als u zat in de pastorie. Maar als Ridley dat allemaal pas verleden week ontdekte, hoe kon u Valerie dan dwingen hem al deze jaren ter wille te zijn? Dwingen? Weer zo'n leugen. Ridley hoefde geen enkele vrouw te dwingen. Maar hij zou zijn neus niet optrekken voor iets dat hem op een presenteerblaadje werd aangeboden. En ik stel me voor dat het met de grootste vrijgevigheid gebeurde. Het zal u zeker wel een kick gegeven hebben, hè, juffrouw, om met Ridley naar bed te gaan in het hotel waarvan uw vriendje de eigenaar was. En dan bovendien nog de algemene sympathie te winnen, omdat u zogenaamd gedwongen werd het te doen. Het is niet waar. Valerie zegt dat het niet waar is. Ik zeg geen woord meer tot mijn advocaat hier is. Daarmee heeft u dan het antwoord op uw vraag, meneer Manning. En wat dan nog, inspecteur? Ze heeft een zelfmoordbriefje achtergehouden. Ze heeft dat leugens verteld. Is dat zo verschrikkelijk? Brigadier, blijf hier bij meneer Manning en juffrouw West. Ik stuur zo gauw mogelijk een wagen. Ja, meneer. Of dat zo verschrikkelijk is, meneer Manning? Alleen wat leugentjes? Zou u, inspecteur Ridley, zo keihard geslagen hebben als u de waarheid had geweten? Tot straks, Rie. Hoe eerder dit voorbij is, des te vlugger kunnen we naar huis. 10 jaar na dato, door R.D. Wingfield. Vertaling, Aya Zicken. Rolverdeling in volgorde van opkomst. Stationsbeamte, Fleur Koen. Ridley, Jan Wechter. Henley, Bob Verstraeten. Green, Frans Coxhoorn. Settler, Willy Ruis. Hart, Frans Vaassen. Manning, Bert Dijkstra. Valerie, Marijke Bakker. Technische realisatie, Tom Mortier. Assistentie, Bram Hengeveld. Regie, Harry Bronk.